op 1 maart en een deel van 2 maart zeer waarschijnlijk, vindt op Sint Vincent en de Grenadines, Kingstown is de hoofdstad, vindt plaats de CELAC Summit. Dat is de topontmoeting van regeringsleiders van Zuid-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied. Dus alles op het westelijk halfrond beneden Mexico. Al deze landen zullen aanwezig zijn. De bedoeling is dat daar een aantal dingen gebeuren. Het is niet zo'n strakke agenda, maar daar gaan wel een heleboel declaraties, verklaringen die zijn opgesteld, worden geadopteerd. Dat proces werkt een beetje anders. Er is een lange tijd van voorbereiding om al die verklaringen op te stellen, uit te onderhandelen op technisch niveau, op ministerieel niveau. Dus die gesprekken vinden dan niet meer plaats tijdens de meeting. Daarom is de meeting maar 1 dag. De bedoeling is dat de regeringsleiders hun visie geven, elk van ze, met betrekking tot bijna van alles waar ze belang in zien. President Santokki zal daar ook 7 tot 10 minuten praten over zaken die voor ons belangrijk zijn. Uiteraard, het relateert zich aan een stukje samenwerking binnen CELAC. Het is een belangrijkere organisatie aan het worden. En elk jaar heeft een ander land weer het voorzitterschap. Het is nu bij Sint Vincent en de Grenadines. De bedoeling is dat aan het eind van de dag de premier van Sint Vincent en de Grenadines de hamer gaat overdragen aan de president van Honduras, president Xiomara Castro. En zij zal dan zeg maar voor een jaar lang het voorzitterschap hebben van CELAC. Het is, er gaat veel aandacht geschonken worden aan politieke stabiliteit, veiligheid, issues als migratie, ontwikkeling, klimaat, vanwege het feit dat de zogenaamde ACTO-landen, de 8 Zuid-Amerikaanse landen, inclusief Suriname en Guyana, onderdeel zijn van het Amazone-bassin. En daar gaat ook over worden gesproken. Volgend jaar COP30 zal worden gehouden in Brazilië, in Belém do Pará. De G20 gaat plaatsvinden in Brazilië. Dit zijn allemaal hele belangrijke momenten om een stukje beleid te ontwikkelen en een agenda in te brengen die van belang is voor kleine landen en die van belang is voor ons. En wij hebben hier een specifieke situatie waarbij olie en gas enorm veel mogelijkheden gaat geven. Laat me erbij zeggen, gezien de actualiteit, dat wij ook de berichten van Total hebben gelezen dat ze overwegen om toch wel te kijken op welke wijze ze zo goed mogelijk, zo efficiënt mogelijk kunnen omgaan met hun middelen, hun financiële middelen. En dat best zou kunnen leiden tot een kleine vertraging in het geval van de Surinaamse operaties. Laat me benadrukken, ze hebben niet gezegd dat ze het besluit genomen hebben om uit te stellen. Ze hebben ook niet gezegd dat ze het gaan doen. Ze hebben alleen maar gezegd dat het mogelijk zou kunnen zijn. Dus wij gaan die gesprekken met Total verder voeren. Er zijn enorm ingrijpende, hele kostbare investeringen te plegen, tot in de honderden miljoenen. Dus we moeten ook begrijpen dat multinationals al deze zaken op een goede manier moeten overwegen. Maar ik verwacht niet dat een multinational zo ver zal gaan in termen van investeringen en dan op het eind zeggen van maar ik ga even wachten, want dat betekent verlies aan kapitaal. Dus ik denk en ik weet dat dit soort bedrijven heel rationeel omgaan en als er een reden is om even te wachten, dan kan dat om goede redenen zijn. Maar uiteindelijk gaat olie en gas voor ons ook via blok 58 toch het startpunt moeten zijn van een stukje echte ontwikkeling. En een transitie naar een economie dat hernieuwbaar zal zijn in termen van brandstoffen en energievoorziening.